Beste hijvers, het is alweer een poosje geleden, 30 maart, dat deze mooie mashijf ontstond. En het was een beetje een feestelijk moment toen we hem openden. En ik moet eerlijk zeggen, het is gewoon echt een heel mooi project geworden. 400 jongeren zijn lid geworden van deze hijfsite. En dat is natuurlijk geweldig. Zelf vond ik heel erg leuk dat ik 10 mei een aantal hijvers ontmoet heb in Utrecht. Kritische hijvers die allerlei adviezen gaven rondom de maatschappelijke stage. Nou, dat is natuurlijk prima, want ik wil dat die er zo goed mogelijk in de komende jaren zich ontwikkelt. En dat kan ook goed wanneer jullie adviezen en kritische feedback geven. Een van de punten die als een belangrijk punt naar voren komt, is dat de communicatie nog beter kan. We hebben eigenlijk de zaken best redelijk geregeld. Het is ook goed op papier van hoe de maatschappelijke stage vorm kan krijgen en wat wel en geen maatschappelijke stage is. Er is veel ruimte en vrijheid aan de andere kant ook. En heel belangrijk wordt gevonden door jullie om daar goed over te communiceren, zodat iedereen precies weet, de school, ouders, leerlingen, docenten, precies weet hoe het nou precies in elkaar zit. Nou, daar gaan we in de komende tijd aan werken. Ik streef ernaar om in het najaar een special uit te brengen, speciaal voor jullie op de scholen, om uiteen te zetten wat nou precies die maatschappelijke stage inhoudt. En wat er nou wel binnenvalt en wat niet. En nou, hoe je op allerlei manieren stages kan vinden. Noem maar op. Hartstikke leuk. En ik hoop dat dat een beetje bijdraagt aan datgene waar jullie met name hier op de Hivesite over hebben gevraagd. Wat ik ook heel erg leuk vind, is dat heel veel jongeren zelf inmiddels hun stageplek vinden. En dat is natuurlijk gewoon hartstikke goed. Ik heb wel allerlei overeenkomsten gesloten met de Zonnebloem en met het Rode Kruis. Maar het is natuurlijk gewoon ook heel leuk of als je in je eigen wijk of buurt iets organiseert of misschien zelf iets bedenkt. Bijvoorbeeld een straattoernooi voor de kleintjes, voetbaltoernooi of een straatfeest, noem maar op. Hartstikke leuk. Voor mij is het de komende tijd een beetje afwachten hoe het verder gaat. De verkiezingen zijn achter de rug, dat zal je wel gevolgd hebben. Het is een beetje spannend, ik ben in ieder geval al Kamerlid geworden. Maar het is nog even afwachten of ik weer hier op het ministerie van Onderwijs terugkom. Hoe dan ook, ik blijf die maatschappelijke stage natuurlijk volgen. En ik blijf ook een heel warm supporter ervan. Want ik ben ervan overtuigd dat de maatschappelijke stage echt goud is. Ik ben blij dat we deze hivesite in de afgelopen maanden hebben gehad. We gaan er overigens ook mee door, want we willen het contact kort houden. Dat was ook het doel ervan. Zelf zal ik wat minder in beeld zijn. Het wordt naar vakantie. En jullie gaan zelf denk ik ook lekker op vakantie. Misschien even geen stages. Degene die het wel doen, laat het even horen, want ik ben wel benieuwd of er ook in de zomervakantie stages gelopen worden. Voor dit moment in ieder geval zeg ik, geniet van die vakantie. Blijf krabbelen, het ministerie blijft het volgen en ik hoop tot ziens.